Hoe zorg ik voor een goed evenwicht tussen korte en lange termijn financiering? En hoe ruim ik de flexibiliteit van korte termijn financiering met de zekerheid van lange termijn financiering? Ja, een evenwichtige financieringsmix samenstellen, dat is vaak een uitdaging, dus ook voor u waarschijnlijk. Er zijn tenslotte verschillende aspecten waar je rekening mee moet houden. Grotere bedrijven, ja, die nemen vaak hun toevlucht tot de kapitaalmarkten met de uitgifte van een publieke obligatielening. Maar ja, deze oplossing is vaak te duur voor vele Vlaamse KMO's. Hun financieringsbehoefte is vaak te klein om de bijhorende kosten te verantwoorden en om de institutionele investeerders aan te trekken. Maar goed nieuws, want ondersteund door de Europese Investeringsbank werkt de PMV nu ook een alternatief uit om specifiek de groei van middelgrote bedrijven te ondersteunen met flexibele financiering, de PMV Senior Bedrijfslening. Dag Tim, dag Dieter. Jullie zijn als investeringsmanagers verantwoordelijk voor die PMV Senior Bedrijfslening. Nu, ik heb wel een belangrijke vraag. Waarin verschilt die juist van de klassieke dan? Wel Ilse, de belangrijkste verschillen zijn ten eerste de lange looptijd. Ten tweede het uitstel van kapitaalsaflossing dat we ook voorzien in deze lening. Maar ik denk dat we dat best even toelichten aan de hand van een concreet voorbeeld. We nemen een bedrijf met een EBITDA van 5 miljoen euro. De CFO streeft een schuldgraad na van 3,5 keer de EBITDA, dus een totale schuld van 17,5 miljoen euro. We hebben dat uitgezet op twee verschillende grafieken, waarbij je op de ene grafiek ziet hoe je een klassieke financiering hebt, waarbij je een aflossende bankfinanciering hebt en een korte termijn financiering. En op het andere schema zie je een klassieke bankfinanciering, korte termijn financiering en daarnaast ook de PMV Senior Bedrijfslening. En je ziet dat de maturiteit van de leningen helemaal anders in elkaar zit. Ja, Tim, ik zie inderdaad dat dat schuldprofiel inderdaad substantieel wijzigt, maar waar zit dan nu juist het voordeel voor het bedrijf? Het grote voordeel is dat het bedrijf in staat gesteld wordt om zijn lange termijn activa te financieren met lange termijn middelen. Concreet zien we dat de looptijd verlengt, waardoor we ook de herfinancieringsmomenten verminderen voor het bedrijf. Zoals gezegd, op korte termijn kan het werkkapitaal efficiënter gefinancierd worden. En de onderneming kan ook zijn investeringsbronnen diversifiëren. Ja, die voordelen die klinken alvast heel erg interessant. Maar Dieter, wat zijn nu de precieze karakteristieken van deze lening? Wel, het leningsbedrag ligt tussen de 2,5 en de 10 miljoen euro. Nu, is de behoefte van het bedrijf groter, dan gaan wij op zoek naar andere financieringspartners om samen een financiering op te zetten. Ah, jullie werken dus met andere partijen ook samen, indien nodig? Ja, dat klopt. Wat is de looptijd juist? De looptijd is tussen de 3 en de 10 jaar. Het uitstel van kapitaalsaflossing is dan ook minimaal 3 jaar en maximum de eindvervaldag van de lening. Oké, tussen de 3 en de 10 jaar is dan die looptijd, maar dan rentevoeten. Ook heel belangrijk, heren. Dat klopt. We werken aan competitieve tarieven met een vaste rente en het tarief is gebaseerd op het risicoprofiel van de onderneming. Nu, verder nemen we weinig of geen zekerheden. De lening heeft een senior karakter, ze is dus niet achtergesteld aan de bankaire financiering en tenslotte zijn herfinancieringen uitgesloten. Tim, op wat voor soort bedrijven willen jullie juist inspelen? Komt elk bedrijf in aanmerking? Nee, we richten ons op bedrijven die gevestigd zijn in hun markt, die een stabiele en groeiende cashflow hebben. De cashflow die uiteindelijk onze lening moet terugbetalen. Verder moeten de bedrijven ook een sterke concurrentiële positie hebben in hun markt, met uitstekende producten en diensten. En voornamelijk ook een doorwinterd management die het bedrijf in een veilige haven kan leiden, ook in moeilijke marktomstandigheden. Flexibiliteit is altijd belangrijk. Ja, kijk maar naar het afgelopen coronajaar. Ja. Verder gaan we ook kijken naar bedrijven met een conservatieve financieringsstructuur, met een schuldgraad die niet meer is dan 3,5 keer EBITDA. En dat moet... Al deze elementen samen moeten ons het comfort geven om aan deze bedrijven lange termijn financiering te geven. Verder hechten wij samen met de EIB ook belang aan duurzaam en ethisch ondernemen. Vandaar dat bepaalde sectoren zoals wapenhandel, gokindustrie uitgesloten zijn. En wij doen ook de nodige checks op de integriteit van bedrijven en de ondernemers. Mm-hmm. En Dieter, voor welke investeringen kunnen zij dan die lange termijn leningen gebruiken? Wel, dit kan voor allerlei soorten investeringen gebruikt worden. Het belangrijkste is dat het gaat om investeringen die gelinkt zijn aan de groei. Het kan gaan over de aankoop van een nieuw bedrijfsgebouw, overname van een bedrijf in België of in het buitenland, investeringen in een nieuwe productiefaciliteit, in nieuw materiaal of een extra behoefte van werkkapitaal die ontstaat door de groei. En tenslotte natuurlijk ook alle investeringen met een innovatief karakter, want dat vinden wij heel belangrijk. Klopt. En hoe gaat dat dan vanaf nu in zijn werk? Stel, ik wil heel graag een aanvraag indienen. Hoe doe ik dat dan? Wel, wij nodigen de ondernemers uit om contact met ons op te nemen, zodanig dat we met hen in die dialoog kunnen gaan om de gepaste financieringsstructuur te kunnen opzetten. Ja, daarvoor hebben wij beter inzicht nodig in hun bedrijf en in hun financieringsbehoeften. Dus bij deze een warme uitnodiging. Dankjewel Tim, dankjewel Dieter. Ja, en je hoorde het, zit je zelf met een financieringsbehoefte die je eventueel kan invullen met de PMV Senior Bedrijfslening, dan weet je waar je terecht kan.